man in de badkamer? Nee, geen man. Alleen ik. Heb jij gehuild? Nee, ja. Ik kom net van de crematie van mijn hoornekker. Maar jij hebt toch niet gehuild omdat je eens een keer geen vent mee naar huis kon krijgen, hè? Roel, het is mijn trouwdag. Was maar. Je bent gescheiden. Dat weet ik ook wel. Maar daarom blijft een trouwdag wel een trouwdag. Maar waarom huil je dan? Het maakt me zo melancholisch. Ja, zo'n dag kan je toch nooit vergeten? Ik ging toen trouwen. Ik was jong en strak. Mijn haar golfde tot onder mijn taille. Ik was een Miss India. En ik zou me weldra laten sluiten in de armen van mijn prins op het witte paard. Jos! Vader! Ja, jouw vader was mijn prins op het witte paard. Het sprookje ging beginnen 2 juni. Heel veel jaar geleden. En nu zit ik op de vooravond van de overgang met dode piekenbomen de wasbak. Ma, je zit met je ochtendjas in bad. En mijn prins heeft alle uitzendbureau-secretaressetjes bereden en zit nu impotent te wezen in een doorzonburger in Zee! Zet, Freek, kom snel! Maasman is geworden! Wacht even, Freek is aan het ontbijten. Die kan niet komen. Ik ben zelf aan het dieet. Hallo, kidoki. Zet. Zo aan het dieet. Ja, Zet. Zo aan het dieet. Zet, ik weet het. Wil jij Freek even halen? Nou, het de verstandigste van jullie tweeën. Nou, maar haal maar niet. Dat is ook, je moet hem niet storen. Hij is aan het ontbijten. Heb je wat te eten? Ik barst van de honger. Je denkt ook alleen maar aan eten. Freek! Nee, roep hem nou niet. Freek is de Duitse krant aan het lezen. Ja. Kom op, wat is er nou aan het handje? Ja. Mama is heel erg down. Down? Ja, Fiona? Ja, down. Het is namelijk vandaag haar trouwdag. Daar hoef je er niet down om te zijn. Ik bedoel, dat je bij Fokker down bent, dat kan ik me voorstellen. Maar het is toch haar trouwdag? Chris Gotti. Wat ik nu wil lezen in de Schwanzezeitung. Ja, Freek, nu even niet, even niet. Het is namelijk vandaag mama's trouwdag. Ach, en trouwen. Ja. Ach, Setje, ik wou dat wij konden trouwen. Oh, dat heb je nog nooit tegen me gezegd. Nee, en ik zeg het ook niet meer. Verdammt nog, maar die Peter Henk Renz, die komt weer naar Duitsland. Ik bedoel, wij zijn misschien fout geweest, maar dan hoeven jullie ons die Peter Henk Renz nog niet op ons dak te sturen. Freek, Fiona is depressief vanwege haar trouwdag. Nou, dan moet je de pleegzuster bloedwijn geven, hè? Zit jij te eten, Zet? Je weet dat ik het Karen Carpenter dieet aan het volgen ben. Mm. Ja. Maar Freek, ze is ook enorm agressief. Ze gooit namelijk met pijltjes naar de foto van papa. Ja, dat begrijp ik niet van jullie, hè? Dat agressieve. Dat begrijp je niet als Duitser? Nee, nou ja, goed, wij Duitsers, wij maken er in ieder geval nog iets positiefs van. Wij beginnen een krieg of zo, maar jullie doen er niks mee. Jongens, ze is ook hartstikke boos. Nou, het is toch helemaal niet erg om een keertje boos te zijn op de wereld? Nee, dat begrijp ik ook. Ik ben ook wel eens boos op Zet. Oh ja? Ja, ik ben de enige die hier wat doet. Ik ben de enige die werkt. Nee, ik probeer mijn leven als huisman inhoud te geven. Zet, jij probeert je lichaam inhoud te geven. Nou, ik volg er meer. Ik probeer er wel wat aan te doen. Ik ben al 2 jaar bezig met de zware bottenkennelectics. Ja, precies, al 2 jaar. Ik heb nog geen zwaar bot gezien. Alleen maar dat frituurvet. Nou, laten we het trouw ook maar op de lange baan schuiven, Freek. Nou, Setje, ik hoef jou maar te vragen of je geeft je al op voor trouwhoogtijd. Nou, ik laat me nog liever 3 jaar levend begraven. Moet je doen, dan val je misschien eindelijk met af. Zet, hou dan toch even. Het gaat nu om mijn moeder. Volgens mij is ze nog steeds niet over die scheiding heen. Ik denk dat ze nog steeds het liefst getrouwd zou willen zijn met pa. Oké, waar hangt ze? In de badkamer. Ach, trouwen, dat is zo etwas Schönes. De hoogtijd, dat is het mooiste wat er is. Ik weet nog wel, in Schwanzeachse... In Schwanzeachse... Nou, ik denk dat er misschien in het publiek wel 1 of 2 of 3 mensen zijn die wel willen weten hoe dat gaat in Schwanzeachse, dat je moet trouwen. Dus Oké, hoe wordt er dan getrouwd in Schwanzeachse? In het wit. En dat is het? Ja. En als bruidsboeket heb je altijd een bos brandnetels en die mag de man dan zo bij de schoonmoeder in het gezicht gooien. Hoe? Zo.
Fiontje, gaat het nou een beetje met je? Ja hoor, ik probeer het wereldrecord onder water zitten te verbeteren. Fion, luister eens naar je broertje. Even heel serieus. Je moet gewoon die trouwdag, je moet gewoon denken aan de mooiste momenten van je trouwdag. Weet je nog? Jos, ja, dat was een fijn moment dat ik die dweil ben tegengekomen. Nee, dat ik bijvoorbeeld toen je haar opstak als bruidje. Weet je, dat in Zwaanse aksen, daar stikken wij dat haar nooit op, hè? Nee, dat wordt gewoon afgeschoren met een tondeuze, dan wordt het bewaard. En dan met kerstmis wordt het in de boom gehangen. Ik heb Fiona haar destijds wel opgestoken en met hele leuke druifstok heb ik toen in verweven. Toen heb ik nog de derde prijs gewonnen als praalwagen tegen de Aalsmeerse bloemencorso. En toen heb ik nog een hele leuke sluier voor je gebaatikt. Weet je, bij de Zwaanse aksen hoogtijd, hè, dan heeft de hoog... Hoog? De bruid, die heeft dan altijd een, in plaats van een sluier een ijzeren gordijntje voor de kop. En dan mag de hoge gom... De bruidegom. Ja, de hoge gom die mag dan dat gordijntje pas openmaken als hij de kop van een kip er heeft afgebeten. En als hij twee veren in zijn oren gestoken heeft. Kijk, dat is pas folklore. Folklore. Ach ja, dat bedoel ik. Goed, Fiona. We gaan er een hele gezellige dag van maken. Hè? We gaan er een hele gezellige dag van maken. Vanavond hebben we de cursus. Hebben we de Japanse cursus. Hebben we de Japanse cursus bij onze bovenbuurvrouw. Je weet wel, Joke Andriessen, de tweede vrouw van Koos. Die kan vandaag niet komen, die heeft weer een baan bij een papierconcern aangenomen. En dan gaan we gezellig bij onze bovenbuurvrouw, gaan we vanavond een lekker avondje Japanen. Yatse allemaal. Nou, toevallig. Toyota. Daar kom ik dus voor de Japanse avond, cursusavond, kan die doorgaan. Ik ben snip verkouden. Daar Hatsu! Proost! Ja, bedankt. Het komt er heel goed uit, want ik heb nergens zin in. Oh, Roel, maak nou even lekker ontbijtje klaar voor je moeder. Ja, maar wil je lekker ontbijtje? Nee, ik wil geen ontbijtje. Ik wil dat iedereen van me houdt. Ja. Dat kan niet, Joon. Freek houdt van je, Roel houdt van je. Ik hou van je, het publiek houdt van je, u houdt van je. Dank. En daar moet je het mee doen, Ik wil ook best wel van je houden, maar ik ben echt zo verkouden. Suzuki! Oh. Ik had me alles echt door verheugd op de Japanse avond. Ik had een heel leuk programma samengesteld. We zouden eerst een leuk butsje origamiën. Dan een trouwkransje, ikebana, een potje pingpong, yatse, mikado, bonsai. En dan of harikiri of kamikaze, facultatief. En dan uiteindelijk natuurlijk aan het eind van de avond gezellig met z'n allen in de... Wacht even. In de... Jacuzzi! In de jacuzzi! Ja, mevrouw, u moet goed begrijpen, maar mijn moeder is vandaag heel erg down. Het is namelijk haar ex-trouwdag. Down? Ja, down. Down. Dat is toevallig, ik had gisteren mijn trouwdag. Nou, dat is toevallig. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Maar ik vind het altijd zo... Ik vind het zo leuk, je trouwdag vieren. Zo romantisch. Ik doe altijd speciale, sexy, sensuele, erotische lingerie dus aan, hè, mijn trouwdag. Oh, ja. Doortocht om de groep. Ja, daarom ben ik dus ook zo verkouden geworden. Mitsubishi. Maar, het kon dit jaar niet doorgaan, want Koos moest gisterochtend al vroeg weg voor een weekend overwerken in de Ardèche. Weekend? Maar Joke... Joko. Gisteren was pas woensdag. Nou... Ja, het kan toch een lang weekend zijn? Weet je wat ik zou doen als ik gescheiden was? Ik ben niet gescheiden, maar als ik gescheiden zou zijn, zou ik toch stug elk jaar mijn huwelijksdag vieren op de plek waar ik mijn huwelijksdag had doorgebracht. Waar was dat dan? In mijn geval in de Ardèche. Huh? Mag ik even beneden komen? Mercedes. Dat is een heel goed idee om dat te doen. Om gewoon je huwelijksnacht te vieren op de plek waar je huwelijksnacht hebt gevierd. Ja, als je getrouwd. Waar was dat? In Doorn, in Hotel Maanzicht. In de Doornse bossen. De rokert naar dennengeur en andere dingen. Eiken, ja. En toen hebben we daar in de bossen de hele nacht geloven. Ik met dat wapperend blonde tapijt en Jos met zijn prachtige... Zijn prachtige handen. En toen beloofden we elkaar eeuwige trouw.
onder de eiken door. Laten we daar naartoe gaan. Dat is een leuk idee. Dan kom ik er misschien ook overheen. Dat is een leuk idee. Maar zou je dat nou wel doen, terug aan de toren? Heerlijk, ik wil mijn trouwdag toch vieren. Ja. Ook al ben ik niet meer getrouwd. Het blijft een feestelijke dag. En mag ik ermee als je getuige? Ja. Nee, maar volgens mij is het geen goed idee. We blijven gewoon hier en dan vieren we het met biefstuk. Nee. Dan ga ik wel biefstuk bakken. Ik wil geen biefstuk. Ik wil het met kaviaar en zwarte netkousen. Met charatels. Nou, dat gaat me een beetje ver, hoor. Ik bedoel, je weet dat ik uitslag krijg van kaviaar. Maar alles goed en wel en tot uw dienst, maar wie zorgt er dan voor mij? Freek, zal ik dan voor jou een biefstukje bakken? Oh, nou, dat blijf ik gezellig eten. Ik ben toch alleen. Maar ik ben vegetarisch, hoor. Ja, dat maakt toch niks uit. Ik ben stip verkouden. Weet je wat we doen? We maken het hier thuis een gezellige, met z'n drieën een gezellige, intieme Japanse avond. Echt? Ja, dan haal ik de karaoke-machine. En mijn bonsaiboompjes, en mijn dobbelstenen, pingpongballen, vouwblaadjes, mijn harikiri-messen. Wordt er echt volgens mij een hele gezellige avond. Oh, zes, dat is maar één avondje. Ja, wie weet nooit wat verweerd kan worden in Doorn. Nee, Roel, laat maar. Doet Fiona wel. Maar is het niet een beetje overdreven? Vier koffers vol. Nou, dat jij één pak hebt. Kom op, opschieten. Ja, dat vind ik wel onhygiënisch. Ja, maar ik kan het toch schoonmaken? Kan je het zeben? Ja, met dat duizend vingerdoekje. Oh, duizend dingen doekje. Chastik! Chastik. Ja. Oké. Waar blijft Fiona? Komt eraan. Beetje opschieten, meid. Kom op. Nou, pas nou, jullie goed op jezelf. Goed op jezelf. Ja. Kom mee naar buiten. Appel. Daar staat Doorn. Oh, Doorn, ja. We zijn er al. Dag. Ga niet te lang naar bed. Zo. Goedemiddag. 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 Mijn naam is Arend van der Valk. Kan ik u ergens van dienst zijn? Bent u familie van... Ja, Arend van der Valk, ja. Ja, bent u familie van der... Ja, van der Valk, ja. Van de Arend van der Valk. Ja. U bent familie van de roofvogels. Ja, precies. Wij willen graag een kamer. Ja, al een bruidssuite. Die hebben we niet. Nou, ik heb hier ooit mijn bruidsnacht doorgebracht. In een bruidssuite. Mevrouw, we hebben nog maar één kamer. Oh, dan loopt het heel erg goed. We hebben één kamer, is dat zo gek? Dus het loopt niet zo goed. Nou, wij houden van klein en intiem. Mm. Ja, dan willen we graag die ene kamer. Weet u dat zeker? Als het voor u geen probleem is. Nee hoor, wij blijven wel op. Wenst u hier te dineren? Ja, dat wensen we. Kijk u eens, de menu's. Maar mensen die willen dineren. Jezus Christus, ja. Nee hè. Nou, wilt u nog een borreltje gebruiken? Ja, want wij hebben iets te vieren. Oh, nou moet dat dan per se hier? Kijk eens. De nootjes. Dankjes. U gaat uw gang maar. We willen graag een borreltje gebruiken in de lounge. De lounge is daar. Dank u wel. Onze bagage, daar weet je wel aan. Zorg ik voor, ja. Dank u wel. Ja, goed te weten. Bedankt voor de service. Graag gedaan. Oh, hoe zouden ze het thuis hebben? Ah, oe. Ik vind het wel heel erg moeilijk, hoor. Ja, ik begrijp het ook niet helemaal, hoor. Je moet hem achter het 16e foutje omvouwen, hierop. Ja. En dan moet je met eigenlijk aan zijn kontje opblazen, hier, zo. Zie je? Zijn kontje. Opblazen. Zo. Ja, kap hem. Ja, kap hem.
Dan heb je mijn hele olifantje doodgesnoken. Oh, sorry, sorry. Ik ben benieuwd hoe ze het in het hotel hebben. Tja. Kunt u ons iets adviseren? Nou, het is allemaal vers. Behalve het frituurvet. Zullen we met een huiswijntje beginnen? En we willen graag een huiswijn. Uit welk jaar is dat? Uw leeftijd, 86. Nou, een heerlijk jaar. Ja, het frituurvet is ook een 86. Nou, dan nemen we daar ook een flesje van. En ik wil beginnen met de verse garnalencocktail. Pour madame, le cocktail crevette de sauterne de sauté. Ja? Voor mij graag de escargots. Slakken. Escargots. Wat zeg ik, slakken? Ja, dat hoorde ik wel. Dan wil ik graag kreeftensoep. Et ensuite pour la jolie femme de bisque amar, de la fantise de cognac, la pendule de notre château dans la belle d'orne. Oui, ja, voor u? Voor mij de schildpaddensoep. Zo. De soep van schildpadden. Ja, hoeveel schildpadden gaan erin? Twee schildpadden gaan erin. Oh, heerlijk, gevulde soep. Ja, en ze zijn van mijn zusje, dus ze zal ook wel erg blij zijn als ze vanavond thuis komt. Stel je voor. En ik wou graag de paardenbiefstuk. Ah, quelle bonne choix. Le tourne d'eau les ponies, de grosse vivante, puis de l'oiseau qui pleurait, de fermier dans notre belle ville de Doorn. Oui. Nou, voor mij een seule manière. Osseton. Nee, seul. Seul. Stong in het Frans. Tong in het Frans? Ik snap het ook niet. Tong in het... Het is seul. Poisson, poisson. Meneer, wat bedoelt vies, u? Vies. Tong, tong. Zeg dan gewoon tong. Nou, ik dacht dat u heel vloeiend Frans sprak. Ja, en daarom werk ik ook in een hotel in Doorn. Met het dessert wachten we nog even. Oh, hey, pa, bel Sjaak en Agnes maar af, want het wordt een latertje. Kan ik alvast wat uit de vriezer halen? Een toekan of zo? Ja. Zeg, nou ga ik hem straks verzoeken als het voorgerecht klaar is om aan tafel te komen. En dan heb ik één vraag aan u. En die luidt, komt u dan ook? Ja, ik hoor bij mijn vrouw, ik ben de broer. Ja. Goed. Nou, daar zitten we dan. Nou, heerlijk. Wil jij een nootje? Ja, lekker. Wil jij een peukje? Ja, zeker. Heerlijk. En op ons? Nee, op jou en op jouw geluk. Dat zei Jos ook op onze huwelijksnacht. Oh ja, en toen? Niks. Ik sliep al. Ja, nou, wat willen ze? Nou, ze willen dus de slakken en de garnalencocktail. Oh, garnalen, weer garnalen. Weet je hoe moeilijk het is om garnalen te krijgen in Doorn? Dan willen ze zeker ook nog verse ook. Nou, pa, daar valt nog wel mee, want daarna komt de schildpaddensoep. Ja, nee, hè. Ik heb net twee nieuwe gekocht voor Emma. Ja, hou je maar vast en dan de kreeftensoep. Zeg, ja, bekijk het even. We zitten hier wel in Doorn, ja. Hebben jullie het een beetje naar je zin? Ja hoor. Het is een heerlijk hotel. Ja, en dan nog een paardenbiefstuk. Wat ook nog de pony slachten, dat overleeft helemaal nooit. Is alles nou... Is er veel veranderd in dit hotel? Nou, dat luik hadden ze nog niet. Ik ga even plassen. Ik moet okay. Me eens even naar de ga ik me even een beetje opkalevaten. Pa, doe eens open. Hier heb ik de schildpad. Dag, Nina, Frederik. Hé, waar ben je dan? Kijk eens. Die meneer daar, die wil soep van jullie maken. Mag het luik misschien even dicht? Oh, u wil het zeker niet zien, hè? Nou, ik ben aan diëten. Sorry, Emma. Spiegeltje, spiegeltje. Er is hier nog helemaal niets veranderd, al die jaren, zeg. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij hadden gereserveerd. Oh ja? En onder welke naam? Pinochet. Pinochet? Ja. Heb ik staan. Wilt u nog een drankje gebruiken? Nee, we willen meteen aan de maaltijd beginnen. We hebben nog een lange avond voor de boeg, hè? Tafel is daar, ja.
Je nog een zoutje misschien? Ja, een nootje mee. Oh. Ik vind het wel heel erg moeilijk, hoor, dat microfoon. Moet ik deze masker afhalen, hè? Ja. Moet je maar heel voorzichtig doen, hoor. Wat zijn ze? Ja. Af. Ja, doe. Ja, omdat u nieste. Ja, inderdaad. En daarom ben ik dan. Bonjour. De toiletten zijn nogal... Kafkaiaans. Fiona. Ja. Fiona. Ja en nee, ja. Ja, wat is er? Ik sta even met die... Het is een erg leuk hotel. Dank u. Wat is er, lieverd? Oh, lieverd, je moet niet schrikken. Gewoon denk aan niks, maar Jos is hier ook in het hotel. Je bent gek. Ja. Zou je het ook hebben willen vieren? Ja, de tafeltje is gereed, hoor. Ik weet het niet, maar hij is hier. En hij is hier met een vreemde vrouw. Met een vrouw op onze tafel? De tafeltje is gereed, hoor. Maar ze is heel anders dan jij. Ze is donker. Zet op onze trouwdag in ons hotel. Ik wil weg. Nee, hou, je moet je niet op laten fokken, Fiona. Het is zo ongevoelig. Het is zo'n ongevoelige klootzak. Uw tafel is klaar! Wij wilden heel graag het eten afbestellen. U wilt mij toch niet zeggen dat ik de lievelingsschildpadden van mijn dochter voor niks heb doodgemaakt? Het is een noodzaak. En niet eten. Het is een noodzaak dat u hier wel eet. En anders trek ik van u een soepje, mevrouw. En van u, meneer, maak ik in één klap een frituurpan. We kunnen het eten misschien niet op onze hotelkamer opeten. Oké, oké. Loopt u dan maar mee. Och. Kom zo bij u. Blijven zitten, blijven zitten. Moeder, moeder. Wakker worden. Die mensen willen nu al op de kamer. Kom op, eruit. Kom maar mee. Waar slaapt zij dan? Nou, ze vindt wel een plekje, hoor. Oh. Ja, Jatse. Suzuki. 5-6. Wat is het? Jatse. Het was Jatse, hoor. Het is 4-6 en een 5. Ja. Ja, omdat u nieste. Ja, inderdaad. En daar ben ik dan. Ja. Oh, ja. Jatse met zijn hand. Jatse. Ja, omdat hij nieste natuurlijk. Inderdaad, en daarom ben ik nog een keer. Ja. Jatse. Allemaal me zo anders voorgesteld. Ja, het is heel fijn met de liefde dat je gewoon anders voorstelt. Papa, we zijn de schildpadden. Ik weet nog wel mijn eerste ontmoeting met Freek. Dat ik bij hem sliep, was in een hotelkamer in Dresden-Zuid. En de smoke alarm fase 3 was net afgegaan. Ik weet dat we heel romantisch achter onze 3 liter bierpullen zaten te wachten. Totdat Tatort weer begon. Liefde kan zo mooi zijn. Ja, als je de ware treft wel, ja. Zou Jos het nou vanavond met die vrouw gaan doen? Ja, dat weet ik niet hoor, Fionn. Ik ben toch homoseksueel. Papa, dat is mijn pony! Denk je dat Freek voor mij de ware is? Ja, dat moet ik niet denken. Dat moet jij denken. Ja, bedoel, ik kan hem nou nog inruilen. Ik ben nu nog jong en aantrekkelijk. Maar ja, als het licht uit is. Lach je? Ik lach niet. Namens mijn vrouw, mijn dochter, mijn zoon, de schildpadden en mijn pony. Hartelijk bedankt. Geen dank. Wij willen graag toetje bestellen en dan gaan slapen. Wel ja, gaat u maar lekker slapen. Wij doen al 3 nachten geen oog meer dicht. Ik ga weg. Ja, gaat u maar. Eerst de huisdieren van mijn dochter opvreten en dan thuis gaan zitten uitbuiken. En mijn dochter dan. Moeder kan soms een kameel kopen, omdat de gasten dat niet opvreten. Papa, waar is mijn pony? Zo, heeft u een beetje lekker gegeten? Ja, alleen het toetje nog. Jona, wat doe jij hier? Ja, Jos, wat doe jij hier? Heb jij iets te vieren of zo? Nou, zo zou je het wel kunnen stellen. Nee, maar jij raadt nooit met wie ik hier ben. Oh, ga weg. Nee, echt. Ah, ga toch in hemelsnaam weg, man. Ik had beter een bloemetje mee kunnen nemen. Hoezo? Ga ik dood? Is er iemand dan wel? Nou, is mijn zusje. Het is toch onze trouwdag? Ja, wat doe jij in ons hotel op onze trouwdag met een vreemd wijf? Ja, wat doe jij in ons hotel op onze trouwdag met Zet? Nou, ik ben geen vreemd wijf. Ja. Dat is ook geen vreemd wijf. Dat is mijn zuster. Ja, die woont hier in Doorn toevallig. Ja, en die heeft mij uitgenodigd om hier een hapje te komen eten. Dat is lekker. Alles is uitverkocht. Ik zeg jullie vast goeienacht.
En het ergste is dat ik de enige ben die weet waarom Ruud Gullit niet meegaat naar Amerika. En Fiona, zullen wij het niet nog één keertje overdoen? Ja, dat zouden we wel kunnen doen. Maar niet nu. Ik heb een zoon. Fiona, wacht nou. Wacht. Kom, Seth. Hallo. Naar het thuisfront. Mag ik Dick advocaat even spreken? Hiroshima, Nagasaki. Jongens, ik vond het echt een hele gezellige avond. Ik vond het heel flauw dat jullie geen harakiri wilden plegen, maar ik moet er nou vandoor. Jatsetje. Hallo allemaal. Joke, ga je nu al weg? Ja, moet mijn benen nog harsen. Maar ik vond het heel leuk. Wacht, heel leuk. Dat moet toch van de Chinees geweest zijn? Nieuw dag. Hallo. Gaan jullie nu alweer terug? Gaan jullie alweer terug? Ja. Heerlijk gegeten. Ja, Freek, ik heb schildpaddensoep op. Schildpaddensoep? Ik dacht dat jij op dieet was. Nee, het waren hele magere schildpadden. Nou ja, desalniettemin, schildpaddensoep. Ik zou er een moord voor doen. Ja, dat deed de kok ook. Oh. En ma, was het net zo gezellig als vroeger? Oh, het was er enig. Dus Albert al leuk je trouwdag gevierd. Eens, maar nooit meer. Trouwen? Het vieren van je ex-trouwdag. Pa! Hey, Jos. Hey, Jos. Dag, jongens. Fion, deze bescheiden ruiker. Ook namens mijn zuster. Dankjewel, Jos. Kan jij hard lopen, zeg. Dank je, Jos. Freek, dat heb jij me nog nooit gegeven, een bos rozen. Nee. Heb je me niet een beetje gemist? Nee, helemaal niet. Oh, ik jou wel. Oh ja, ja, een gezonde geest en een goed lichaam, ja, dat mis je al snel, hè. En heb je me echt niet gemist? Nee. Ach, Seth, dat meent hij niet. Nee hoor, ik meen het niet. Sethje, we kennen elkaar nou al zo'n 100 jaar. En daarom zou ik jou iets willen vragen. Ja. Wat ja? Ik wil met je trouwen. Oh, dat wil ik helemaal niet vragen, hoor. Oh. Zou je zo graag willen trouwen, Seth? Ja? Nee, ik wou je eigenlijk meer iets zeggen. En dat is dat du bist alles. Was ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich will.